Hallo allemaal en welkom opnieuw bij Vlogmas! Vandaag al namiddag. Ik heb vanmorgen gewerkt en ik heb voordat ik Finn ga halen nog eventjes de tijd. En traditioneel, elk jaar laat ik jullie mijn feesttafel zien. Dus nu leek het me wel een heel leuk moment om dat eens eventjes allemaal te gaan opbouwen. En daar eens een beetje een test mee te doen vanmiddag. Gewoon al eens even alles neerzetten. Eens kijken wat ik nog mis, wat ik nog nodig heb. Hoewel ik denk dat ik wel redelijk compleet ben. Ook dit jaar heb ik daar weer voor samengewerkt met Casa. Ik heb alles bij Casa gevonden dit jaar. Ik heb wat dingetjes van vorig jaar gerecycled. Ik ben niet voor alles gloednieuw gegaan, maar gewoon ook dingen die ik doorheen andere seizoenen kan gebruiken. En een van de grote dingen, vorig jaar kreeg ik best wel wat comments met van wauw, super mooie tafel, maar waar zet je het gourmetstel? Want heel veel mensen gourmetten, zo van die vleesjes bakken op tafel met kerst en met nieuwjaar. En toen dacht ik, ja, goed punt. Het is niet omdat wij niet gourmetten dat anderen dat niet doen. En ik weet dat dat wel echt een ding is dat heel veel gedaan wordt. Dus ik ben eens gaan nadenken over hoe dat ik toch een mooie, volle tafel kan creëren met heel veel deco. Want ik zie wel heel graag heel veel deco op tafel. Feestelijk, want ik bedoel, hello, it's Christmas, New Year. Wanneer gaat je het anders doen? Maar ook plaats voor het gourmetstel. Dus ik ga jullie vandaag de feesttafel laten zien. En hopelijk kunnen jullie daar dan ook wat inspiratie mee opdoen. Oké, ik begin met een witte basis. Wit tafellaken, crispy white. Ik heb het even snel mooi uitgestreken. Als je er echt voor wilt gaan, strijk het uit, maakt toch wel het verschil. Wij hebben zelf zo'n tafelpad op onze tafel liggen voor bescherming tegen lekjes, dingetjes en zo. Het is gewoon op maat van de tafel en daar leg ik gewoon een wit tafellaken over. Dus dat is de basis. En dan, het ding wat gaat maken dat we geen deco, of toch niet al te veel deco, op tafel gaan hebben. Dat ligt daar. Ik ga eens moeten kijken hoe het moet, maar dit is dus zo'n ding dat je dus over de tafel zet, dat je zo'n boog gecreëerd. Ja, oké, het wordt wel duidelijk als ik het ga neerzetten. Oké, deze zijn een beetje gechristmified. Dit is dus hetgene wat ik bedoelde met dat we alles deco omhoog gaan brengen. Ik heb dus zo'n keikoele staaf gekocht. Je hebt die zowel in het wit als in het zwart bij Casa. En die zijn wel echt heel breed. We hebben best wel een lange tafel. Hij staat nu wel op het maximum. En ik heb, laten we zeggen, nog een tiental centimeter over aan elke kant. En ik heb daar twee van dit soort girlandetjes over gedaan. Die zijn zo lichtjes besneeuwd met kleine tennenappeltjes. En dan heb ik daar twee koperdraadlichtjes doorgedraaid. Als het donker is, is dat natuurlijk nog veel cozier. En dan heb ik gewoon met mijn plakband stiekem dat hier opgeplakt. Dat is nu hoe het er nu voor staat. En dan heb ik een aantal gewoon decootjes voor in de boom uitgezocht. Die daar goed bij onze boom zelf passen. Dus we hebben heel veel glas in onze boom, heel veel wit. En de boom is donkergroen, dus ik dacht een paar mooie donkergroene. Kan je dit uiteraard ook doen met deco's die je al hebt. En die ga ik zo wat op verschillende hoogtes een beetje hangen. Eens kijken wat dat er mooi is en wat dat er leuk staat. The wise man keeping watch. Now it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine. It's the season for all time. In our midnight wonderland, the fuss and hustle of yesterday's gone. Now let
En dan over naar het belangrijkste van de tafel, de borden natuurlijk. Ik ben dit jaar heel bewust voor iets heel simpels gegaan. Ik heb ervoor gekozen om de servetten heel breed op te plooien en die onder het bord neer te gaan leggen als extra laag en extra textuur. Ik ben echt weggebleven van placemats, onderborden, tafellopers, noem maar op. Omdat ik echt wil dat met deze tafel er eten op tafel kan staan. Een gourmetstel bijvoorbeeld, schotels, pannen, noem maar op. Dus er moet echt wel wat meer ruimte gecreëerd worden. Dus om een serviet dubbel te gaan gebruiken, vond ik wel een heel tof en handig idee. Naast hoge soepkommen, die ik zelf ga gebruiken voor het voorgerecht dit jaar, heb ik ook bij elk bord een klein extra bordje neergezet. Voor bijvoorbeeld het brood of als je gaat gourmetten, kan je er bijvoorbeeld het sausje in doen. Ik vond dat een leuk klein extraatje om bij elk bord te zetten. Om toch de tafel wat meer vulling te geven, iets luxueuzer te doen ogen, maar toch ook niet te veel plaats in te nemen, want daar gaat het dit jaar om. Voor het bestek vond ik dit jaar van die mega schattige witte fuzzy Christmas socks en ik ben dan ook gewoon gegaan voor ons dagelijks zilver bestek. Dat vond ik veel beter passen bij de setting van dit jaar. Ik heb dan het bestek, alles wat we nodig hebben, in zo'n sokje gestoken aan één kant van het bord. En dat geeft zo weer een extra textuurtje aan je tafel. Maar neem toch niet te veel plaats in en dat is waar het om gaat dit jaar. En het ziet er ook nog eens gewoon feestelijk en kerstelijk uit. Dat vond ik ook wel een hele toffe, om zo toch nog iets extra Christmassy op tafel te hebben staan. Oké, ik zou ik niet zijn als ik toch niet nog een beetje meer zou decoreren. Dus ik heb aan elke kant van de tafel eigenlijk aan die staven om die klemmen een klein beetje te verstoppen langs, zeg maar als je zit aan tafel, kijk, cute boompjes neergezet. En dan heb ik wat glazen neergezet. Glazen zijn ook wel belangrijk. Ik heb dit jaar zo van die glazen gekocht met zo van die, ja, zo'n mooi streepje erin. En dan wat kaarsen toegevoegd. Op elk klein bordje heb ik zo wat een kerstbomenkaarsje gezet. En dan vond ik deze van die houten fuzzy elanden versieringen. Die zijn eigenlijk om in de boom te hangen. Maar als je die wol een beetje op doft, zie je de haakje niet meer. Dus ik heb die bij een aantal borden gezet. Overal een klein kaarsje neergezet om zo toch weer een klein beetje extra te hebben. En op de stoel van Finn, daar heb ik zo'n kleine snow globe neergezet. Dat vond ik wel een schattige extra touch. En dan een kleine opvulling. Dit kan je gewoon volledig weglaten. Ik vond het wel leuk. Kleine houten strooiseltjes in de vorm van sterretjes. En dan heb je de binnenkant en de buitenkant. Dus dat vond ik wel schattig. Ik heb daar niet te veel van gebruikt, maar zo hier en daar een klein beetje. En dit is hem dan. Mijn feesttafel van 2022. Ik ben mega blij met het resultaat. Ik vind het super leuk dat ik wat meer in de hoogte gewerkt heb. Daar wat lichtjes en groen heb aan toegevoegd. Toch voor die gezelligheid te houden. Zonder dat de tafel overvol staat. En natuurlijk, as promised, daar komt ie, het gourmetstel. De kersttafel voor 2022. Ik ga hier dan ook de vlog afsluiten. Dit zijn de soort dingetjes waar ik mij zo graag mee bezig hou. Hier word ik echt helemaal blij van zo tafels en deco en seasonal stuff. Jullie weten ondertussen wel dat ik daar echt helemaal dol op ben. Ik hoop alleszins dat jullie hem leuk vonden. Doe zeker een thumbs up als je hem tof vond. En laat een leuke reactie achter hier onder de video. Dat helpt mij en mijn kanaal enorm vooruit qua engagement. En zorgt ervoor dat andere mensen deze video's ook gemakkelijker zien. Dus dat zou heel fijn zijn als jullie dat zouden willen doen. En ik zie jullie morgen weer terug voor een nieuwe vlog. Vlogmas!